Ik ben op Ibiza en ik ben op weg naar een date. Een date met mijn rich boyfriend. Ik heb een prachtige witte jurk aan en ik kom aan in het restaurant en het restaurant is precies zoals ik wil dat een restaurant is. De sfeer is goed, het interieur is mooi en er staan heerlijke gerechten op de kaart. Het is een luxe plek waar je lekker kan genieten van alle fijne dingen van het leven. Ik krijg mijn tafel toegewezen en ik ga zitten. Ik bestel een cocktail, in dit geval zonder alcohol. Ik heb van die periodes dat ik even geen alcohol drink. En ik bestel oesters en ik bestel kreeft. En ik geniet. En mijn ober die komt naar mij toe en die zegt... Uh, in, uh, in, 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 in gebroken Engels met een mooi Spaans accent... hij zegt, uh, wanneer komt je date? Wanneer komt jouw plus één? En ik zeg tegen hem, ik ben mijn eigen plus één... En ik zie hem een beetje zo kijken. Ik zie hem ook denken van, nou ja, ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelt, maar fijn, het zal wel goed zijn. Uh, ik laat het gewoon voor wat het is. Ik merk in dat restaurant dat mensen me ook wel een beetje aankijken. Overal zie ik lekker stelletjes en groepjes. En ik zit bijna in het midden van het restaurant, ook aan een ronde tafel, grote tafel ook. En ik ben daar en ik zit daar heerlijk te genieten en ik ben in mijn eentje. Op een gegeven moment komt de ober terug met mijn eten. En hij zegt, are you sure dat jij alleen bent? En ik zeg tegen hem, uh, I'm sure dat ik alleen ben. Want I am my own rich boyfriend. En niet alleen ben ik mijn own rich boyfriend. Eigenlijk is het zo dat mijn business is my rich boyfriend. Mijn business is de reden dat ik spontaan kan besluiten. Ik heb zin om een week naar Ibiza te gaan. Dat ik spontaan kan besluiten. Ik heb nu zin om mezelf mooi aan te kleden. en in een heel chic restaurant te gaan zitten eten. Uh, mijn business is de reden dat ik financiële vrijheid en financiële zorgeloosheid heb. En in deze aflevering van de Schrijder Podcast. wil ik je vertellen wat de drie manieren zijn. om van jouw business. Je eigen rijke vent te maken. Oké, okay, disclaimer voordat er allerlei mensen weer op hun achterste poot gaan staan. Wat ik niet bedoel met deze statement, ik vind het gewoon een grappige slogan, uh, My business is my rich boyfriend. Je gaat het me ook vaker horen zeggen. Wat ik niet bedoel is dat je een business moet bouwen uh, waardoor je niemand meer nodig hebt. Of dat uh, een business een vervanging kan zijn voor een fijne liefdesrelatie. Dat is wat ik allemaal niet bedoel. Wat ik wel bedoel, en daar wil ik je drie handvatten in aanreiken, deze podcast, is dat je vandaag op dit moment kan besluiten dat het bedrijf wat je gaat beginnen of wat je bent begonnen, dat dat het fundament kan zijn van je eigen financiële zorgeloosheid, van je financiële vrijheid. En dat dat iets is wat je zelf kan creëren. En dat je daar geen toestemming van iemand anders voor nodig hebt jij kan vandaag besluiten to make your business your rich boyfriend. Om van je bedrijf je eigen rijke vent te maken. Hoe? Wat daarvoor nodig is en wat je mag doen en mag laten, dat ga ik je in deze podcast vertellen. Ik vertel je dit ook omdat dit thema, dus. Uh, Financiële vrijheid en zorgeloosheid creëren vanuit je business. Is een thema waar ik heel veel belang aan hecht. Juist voor vrouwelijke ondernemers. Omdat vaak aan ons wordt verteld: ja, als je maar hard genoeg werkt. En als je maar gewoon passie hebt voor wat je doet. En als je maar gewoon je best doet. Dan komt het allemaal goed. En in ondernemerschap is dat niet zo. Er zijn krachtige keuzes die je mag maken. En er zijn echt dingen die je mag laten. Om een business te creëren die voor jou zorgt. Om een business te creëren die jou draagt. In plaats van dat jij de business moet dragen. Om een business te creëren die de avonturen die je wil beleven in het leven, dat dat, dat mogelijk gemaakt wordt door die business. En het oude idee, het hele ouderwetse idee van uh, um, uh, die, die. die Enorme vrijheid hè? en in de watten gelegd worden. en de mooiste experiences beleven. En financieel onbekommerd en zorgeloos. En het hele ouderwetse idee is uh, dat uh, we hebben geleerd, vooral in de geschiedenis, uh, dat, dat iemand je dat moet geven. Dat ja, als je een leuke fan treft en uh, die zorgt voor je, dan komt het allemaal goed. En dat is een weg naar Rome. Maar er zijn meerdere wegen naar Rome. En de weg die ik vandaag met je bespreek, is hoe je zelf. Van je business je eigen rijke fans creëert. Dus hoe je dat zelf maakt. Zodat je op dat stuk, als je daar interesse in hebt, veel meer vrijheid en veel meer onafhankelijkheid gaat ervaren. Nu is het zo dat ik daar ondernemers ook bij help. Vooral vrouwelijke ondernemers. Hoe je door meer hard op jezelf te zijn, door meer expressie te geven aan wie je echt bent en wat je echt te brengen hebt, en het verschil dat je echt kan maken met je business hoe je daar um, financiële vrijheid mee creëert in je business. En als je deze podcast nu kijkt of luistert, pauzeer hem dan, ga naar slash geld zo makkelijke URL, slash geld en schrijf je daar gratis in voor het woorden die geld maken summit. Woorden die geld maken. 14 en 15 november, twee dagen lang, ga ik je poweren hoe je met, nou ja, ik zei het al, de juiste woorden meer omzet, meer geld kan brengen in je business. Want het begint allemaal met je expressie. Geld aantrekken in je business begint met de woorden die je gebruikt. En je hebt controle over de woorden die je gebruikt. En als je meer snapt van woorden die overvloed brengen. En als je ook snapt welke woorden armoede in stand houden. Of armoede in je business brengen. Zodat je die woorden skipt te gebruiken. Dan kan je controle pakken over je financiële lot. En ik vind dat belangrijk. Op 14 en 15 november ga ik je twee dagen lang gratis met een aantal power sessies bijbrengen welke woorden je mag gebruiken om van je business je eigen rijke vent te maken. En ik weet niet of je het aan de glimlach op mijn gezicht ziet als je deze podcast kijkt. Um, that's so much fun. Het is zo leuk om vanuit je expressie en beter snappen welke woorden geld maken letterlijk. Om, uh, je business te groeien, om je business te bouwen. Als je, je business gewoon moet starten, om je business te starten. En om daar groots in te gaan. Want dat is wat ik wil voor ons ondernemers. Je hebt zoveel meer te bieden, je hebt zoveel meer te brengen, je hebt zoveel meer te geven. als je jezelf toestaat dat er financiële overvloed mag zijn in je business. En in deze podcast ga ik je drie manieren meegeven. om heel snel, wat dat betreft, in een hele nieuwe realiteit te stappen. Maar meld je ook aan voor het gratis summit 14 en 15 november. Woorden die geld maken. De maak van je bedrijf. Je rijke vent-editie. Het wordt zo leuk. Schrijf je in op sarayda.nl/slash geld. All De allereerste stap die je te zetten hebt, is dat je een keuze mag maken. Je mag gewoon vandaag, ik weet niet waar je je op dit moment bevindt terwijl je de podcast kijkt of luistert. Misschien zit je hem lekker achter je laptop te kijken. Misschien ben je hem aan het luisteren terwijl je aan het fietsen bent. of de hond aan het uitlaten bent. of je in de auto zit ergens naartoe. Misschien, dat doe ik vaak, zit je die podcast lekker te luisteren. terwijl je de was aan het opvouwen bent. Misschien ben je hem aan het kijken met een goede vriend of een vriendin. Misschien ben je hem stiekem tijdens je loondienstwerktijd. onder loondienstwerktijd stiekem in de tijd van de baas. deze podcast aan het kijken. Het maakt mij niet uit. Maar de kans die er voor je ligt is dat je een keuze mag maken over dat je met je bedrijf en in je bedrijf kiest voor overvloed. Heel veel ondernemers, en zeker vrouwelijke ondernemers, beginnen een onderneming vanuit het idee dat het eerst heel lang struggelen is voordat je uiteindelijk geld gaat verdienen. En dit is een mythe en hoeft helemaal niet te kloppen. Maar als je gelooft dat het zo werkt, als je idee is dat je eerst moet zweten en moet struggelen en niet rond kan komen en op je tandvlees moet lopen voordat er ooit een beetje geld binnen mag komen, misschien omdat je dat in je omgeving gezien hebt of misschien omdat dat je algehele idee is van hoe ondernemerschap werkt, dat het eerst heel moeilijk moet zijn voordat het uiteindelijk beter wordt. Dan ga je onbewust ook keuzes maken die leiden tot struggle. Als je vandaag de keuze maakt dat het per direct, let op naar wat ik zeg, per direct makkelijker mag gaan om overvloed, veel geld in je business en gemak en plezier rond het aantrekken van veel geld in je business, dat als dat de keuze mag zijn. Dan ga je ook meteen mogelijkheden zien die daartoe leiden. Ik geef je een voorbeeld uit mijn liefdesleven. Jullie weten, ik hou, de, ik hou van metaforen die, gaan, uh, die zich afspelen in The Realm of Love. In uh, de liefde, omdat we dat allemaal begrijpen. Ik ben opgevoed. Echt met de sterke overtuiging vanuit mijn moeder, maar eigenlijk vanuit mijn hele familie. Dat ik bovenal en boven alles mijn eigen boontjes moet kunnen doppen en dat ik onafhankelijk moet zijn. Dat is altijd mijn opvoeding geweest. Ik heb ook geleerd en dit was wat implicieter, maar ik heb het wel echt geleerd dat liefde niet gaat over geld. En in principe is dat een goede les, want liefde gaat ook niet over geld. Maar de combi dat ik dat er bij mij ingehamerd is als het ware van. Eh, ik moet zelfstandig zijn. Ik moet zelfstandig zijn. Ik moet mijn eigen bootjes kunnen op. Ik moet mijn eigen bootjes kunnen op. Ik moet het zelf kunnen. Ik moet het zelf kunnen. Ik moet het zelf kunnen. In combi met liefde. Liefde en geld hebben niks met elkaar te maken. Liefde en geld hebben niks met elkaar te maken. Die combi heeft bij mij in mijn leven gecreëerd. Dat ik, en ik vind het ook best wel spannend om hier woorden aan te geven. Dat ik, terwijl ik vanaf mijn twintigste, iets ouder dan twintig, ik was 22, vanaf mijn twintigste werkte ik in de tv-wereld. Ik heb altijd in de media gewerkt en de afgelopen bijna tien jaar als ondernemer. Ik heb altijd hele welvarende mannen in mijn nabije omgeving gehad. Want de tv-wereld is een wereld. Dat is de showbiz-wereld. Nou, daar zitten genoeg welvarende mannen uh, en vrouwen. En in het ondernemerslandschap hetzelfde. Daar zitten genoeg welvarende mannen en vrouwen. Omdat ik de bril op had van ik moet het zelf kunnen, zat een bepaalde bewijsdrang in. En omdat ik um, eigenlijk nooit mocht willen... hier gaat het om, ik mocht nooit van mij, van mezelf... vanuit mijn opvoeding, mocht ik nooit uh, zelfs maar willen zijn... met een man die even goed of meer verdiende dan ik. Ik mocht het niet eens willen. En omdat ik dat niet mocht willen en daar dus niet voor koos... want ik, want ik had daar een oordeel over. Vrouwen die een man willen die goed verdient... Uh, of die beter verdient, dat is oppervlakkig. Dat zijn vrouwen die onderhouden willen worden. Dat zijn vrouwen die niet hun eigen boontjes kunnen doppen. Dat zijn uh, afhankelijke vrouwen. Dus ik had veel oordeel daarop. En omdat ik die bril op had van uh, dat mag ik niet belangrijk vinden en het is oppervlakkig. En uh, ik zou misschien wel een minder goed mens zijn als ik dat zou willen. maakte het dus niet uit dat ik mijn hele professionele leven altijd ook omringd ben geweest. Door mannen die financieel heel krachtig waren. Veel van die mannen vonden mij ook leuk. En toch heb ik nooit een relatie gehad. met een man die bijvoorbeeld financieel sterker stond dan ik. Waarom vertel ik je dit voorbeeld? Ik vertel je dit voorbeeld omdat. de manier waarop je kijkt naar de wereld. de manier waarop je kijkt naar wie je zelf bent. en de mate waarin je iets van jezelf mag willen of niet. bepaalt. Wat er mogelijk voor je is. En dus niet wat er in de tussentijd aan mogelijkheden om je heen is. Je ziet dat niet. Je ziet niet wat er mogelijk is als je het niet mag willen van jezelf. Wie begrijpt wat ik bedoel? Als je dit zit te kijken of te luisteren. Wie snapt wat ik zeg? Als je het niet mag willen van jezelf. Ik mag geen man willen van mezelf die uh, financieel uh, krachtiger is dan ik. Dus dan maakt het niet uit dat het universum, uh, financieel krachtige man naar financieel krachtige man, uh, op mijn pad kn gooit, knalt, beukt. Het maakt niet uit. Ik zie ze niet. Ik zie ze niet. Ik zie ze niet. En um, dat creëert dat. Uh, uh, ik, ik heb ook hele prachtige relaties gehad. Ben ik ook dankbaar voor. Maar um, die financiële gelijkwaardigheid heb ik uh, in eerdere relaties in elk geval nooit echt zo gevoeld. Wat heeft dit te maken met jouw onderneming en met je ondernemerschap? Het heeft hiermee te maken. Als jij van jezelf niet mag willen dat er overvloed aan geld in je business binnenkomt. Vanuit gemak, vanuit plezier, vanuit ontspanning. Als je dat niet mag willen omdat je denkt het werkt niet zo. Of omdat je denkt, ja, maar ik moet. Uh, mezelf bewijzen of ik moet hard werken om dat te kunnen verdienen, als dat de bril is die je op hebt, dan kun je dus nooit de mogelijkheden in je bedrijf zien die leiden tot meer overvloed vanuit plezier, gemak en ontspanning. Als je niet de keuze maakt dat je dat wil beleven, dan kun je dat ook niet ontvangen. En een van de dingen die ik uh, waar ik je echt in wil poweren tijdens het gratis online tweedaagse summit, Woorden die Geld maken. De maak van je business, je Rijke Vent editie. Is dat ik je wil poweren om jezelf, om de keuze te maken. En die keuze maakt het grootste. Om de keuze te maken om jezelf dat waard te gaan vinden. Waarom mag het niet makkelijk? Waarom mag het niet fijn? Waarom mag het niet in ontspanning? Waarom mag het niet naar je toe komen Waarom mag je het niet manifesteren? Waarom mag je het niet aantrekken? Het mag. Het kan. Er zijn tal van ondernemers. Er zit er hier eentje voor je. of je zit nu naar eentje te luisteren. Die in een heel vroeg stadium heeft gezegd: I'm not going to choose the struggle. Ik ga niet kiezen voor struggle. Ik ga niet kiezen voor survival mode. Ik ga niet kiezen voor lopen met tandvlees. Ik kies voor overvloed. En vanuit die keuze. kon ik kansen en mogelijkheden zien en pakken. die daar ook toe leiden. En niet, het gaat niet alleen over overvloed aan geld. Het gaat ook over overvloed aan fijne klanten. Het gaat over een overvloed aan fijne samenwerkingen. Het gaat over een overvloed aan creativiteit en expressie. Dat is ook allemaal overvloed. Overvloed is niet alleen geld. Maar zolang je in een broke mindset zit. Kan je alleen de broke boys zien? En you can only date the broke boys. <laughs> Zoals ik een heel tijdje van mijn leven heb gedaan. In mijn hele twenties. I only dated the broke boys. Er is niks mis mee. En het is ook niet aan te raden. <laughs> Misschien heb je nu wel een oordeel. Als ik dat zo zeg, denk je. Nou, no, no. maar onderzoek je oordeel. Onderzoek je. Ik had heel lang zelf een oordeel. En omdat ik zo'n oordeel had, mocht ik niet verlangen wat ik eigenlijk verlangde. En dat is in elk geval gelijkwaardigheid. En omdat ik dat niet mocht verlangen, kon ik het ook niet creëren in mijn leven, kon ik het ook niet aantrekken in mijn leven. Tot ik een andere keuze maakte. Zakelijk maakte ik die keuze heel snel. Privé duurde het iets langer. Maar uiteindelijk op beide gebieden die keuze gemaakt. En vanaf die keuze dan begint het spel pas, dan begint het avontuur pas. En misschien heb je wat hulp nodig om die keuze te maken. In een van de power sessies van het gratis tweedaags online summit, worden die geldmakers summit, ga ik je echt prikkelen en uitnodigen om die keuze te maken. Omdat ik weet dat achter die keuze van jezelf toestaan dat er overvloed mag zijn en dat het op een speelse, makkelijke ontspannen manier naar je toe mag komen, vanaf die keuze begint er een avontuur dat is onbeschrijfelijk. En dat is waar ik je mee ga helpen. En daar gaan we lol mee trappen en je gaat het ook voelen en zien op een positieve manier op je bankrekening. Dus je hebt niets te verliezen. Je hebt letterlijk alles te beleven en het begint erbij. Pauzeer deze podcast. Door je gratis aan te melden, dus gratis aanmelding, gratis event uh, op slash geld That's where the magic happens. Want ik weet niet of je het hoort of ziet, ik ben super bevlogen hierover. En het is echt mijn doel en mijn droom om. We hebben inmiddels um, meer dan een miljoen ondernemers in Nederland. Daarvan is een steeds groter wordend deel zijn vrouwelijke ondernemers. En ik voel dat wij als vrouwelijke ondernemers hier een hele grote stap in te zetten hebben. En uh, ze noemen mij in mijn, uh, in mijn opleiding Video Business School noemen ze mij de Surinaamse businessmama. Ik ben de 14e en de 15e november, tijdens het uh, woorden die Geld maken Online Summit, ben ik twee dagen lang je Surinaamse businessmama. Ik ga je knuffelen, ik ga je aanmoedigen. Ik ga je ook een schop onder je hol geven om met jezelf meer te gunnen. En vanaf daar gaan we uh, de simpele acties nemen. En het begint bij de woorden die je gebruikt, maar daarover meer. Dat brengt me meteen ook naar de tweede manier om van je business je eigen rijke fan te maken. En dat heeft te maken met woorden. Want wat veel ondernemers en vooral veel vrouwelijke ondernemers moeten leren. is dat ze de love language. van je klanten moeten gaan spreken. En met je klanten bedoel ik de mensen met wie je het allerliefst wil werken. De mensen met wie het allerliefst werkt. Ik ga je een voorbeeld geven van hoe wij. De love language van onze klanten, van de mensen met wie ik graag werk, hoe we die code gekraakt hebben en waarom het zo belangrijk is. En ik wil tien dingen tegelijk vertellen. Dus ik zit even te denken: wat is nou het belangrijkste om het handigste bij te beginnen? Laten we eerst maar even beginnen bij liefde. Jullie weten, het is mijn favoriete onderwerp. Als je teruggaat in de tijd, misschien heb je een relatie. Misschien uh, ben je uh, single en ready to mingle. Uh, misschien uh, heb je zoiets van de liefde. Nou, geef mij een portie maar aan Vicky. Ik, ik hoef niet meer, laat mij maar lekker links liggen. Misschien zit je ergens anders in je proces. Um, maar je bent vast een keer verliefd geweest. Vast een keer verliefd. Als je teruggaat in de tijd en je kijkt naar hoe de connectie ontstond met de persoon waar je die gevoelens voor had. Misschien was het tijdens een eerste date. Misschien was het op een later moment. Misschien ben je voorgesteld uh, via vrienden aan elkaar. Misschien heb je iemand ontmoet op een dating app. Misschien liep je tegen iemand aan in de supermarkt. En dacht je, oh my god, wie is dit? Uh, Wauw. Maakt niet uit hoe de uh, ontmoeting ontstond. Op enig moment zijn jullie met elkaar gaan praten. Ben je met elkaar gaan praten. En wat de verbinding en de connectie helpt ontstaan. Is... Als iemand op zo'n manier communiceert, dat jij het gevoel hebt, ik word echt gezien, ik word echt gehoord. Deze persoon verstaat mij en ik versta deze persoon. Love language. De klik, het gevoel, de verbinding vanuit het hart ontstaat ook, niet alleen, maar ook door de woorden. Die we gebruiken. Tijdens het Woorden die Geld Maken Summit, 14 en 15 november, ga ik je ook uitleggen wat de kracht is van luisterende woorden. Misschien denk je, wat zijn luisterende woorden? Woorden waaruit blijkt dat jij hebt geluisterd en dat je luistert naar de mensen voor wie jij vanuit je business een verschil wil maken. Je klant of je potentiële klant of je toekomstige klanten. Soms is het zo dat. De, de, de goede bedoelingen, de intentie, de goede intentie... de, um, de droom die jij hebt voor de klanten... De, het probleem dat je ze wil helpen oplossen... het verlangen dat je ze wil helpen beleven. Dat de woorden die jij in je hoofd hebt... niet corresponderen met wat jouw ideale klanten... of jouw potentiële klanten van jou nodig hebben... de woorden die ze nodig hebben om te snappen van... dit is iets voor hen. Ik geef je een piepklein, uh, een piepklein voorbeeld uit mijn eigen business. Toen ik video business school oprichtte, en Video Business School is uh, de videoacademie voor ondernemers die uh, door bloed eerlijk en hard op zichzelf te zijn, op video, video is het krachtigste medium om uh, je verhaal op te doen, doordat ze hun essentie. Kunnen vangen. De essentie van de waarde van hun werk. De essentie van wie zij zelf zijn. De essentie van hun missie, visie, waar ze voor staan. Als je dat leert vangen op, je, op video, dan ga je de juiste mensen aantrekken. Nou, je leert bij ons die video's maken. Je leert zichtbaar zijn. Je leert marketing doen. Je leert sales doen. Um, je leert ondernemen vanuit zichtbaarheid. En dat is een prettige manier. Want je hebt altijd. Je hebt controle over je zichtbaarheid. Je hebt geen controle over de de buitenwereld of wat er met de economie gebeurt. Maar je hebt altijd controle over wat je in de wereld brengt met je expressie. En als je geld kan verdienen met je expressie, dan you're always in control. Dus dat leren wij onze ondernemers. En hoe je dat doet, uh, en dan heel plat op social media. Hoe doe je het op social media? Hoe doe je het op video? Als je een podcast wil beginnen, hoe doe je het daar? We helpen je je verhaal vertellen. Toen ik Video Business School begon... wist ik wat er allemaal mogelijk was... Als je leert uh, je essentie te vangen op video. En mijn fantasie voor wat mijn klanten konden beleven, die de sky is the limit. Dus in het begin zat ik helemaal vanuit mijn eigen enthousiasme, en enthousiasme is goed, zat ik helemaal in het, helemaal in het achterste stadium van wat er mogelijk is. Je kan een eigen talkshow beginnen online. Je kan uh, um, je kan uh, je branche veranderen. Um, je, kan, uh, je, je, je kan een leider zijn. Je, ik zat met allemaal dingen die je ook kan doen en die ook leiden tot de groei van je business. Um, ik zat ook heel erg omdat ik mijn eigen tv-achtergrond heb. Um, ik zag de revolutie die er zat in de manier waarop we social media nu hebben. Vroeger kostte het honderden duizenden euro's om een live uitzending te maken. En nu kan je gewoon met je telefoon. Kan je gewoon op rekken drukken en dan kan je gewoon live uitzenden. Dus ik zat in mijn eigen bubbeltje, dat wil ik erover zeggen. Dus dan zei ik enthousiast, zei ik, um, uh, uh, je, kan, uh, je, je kan de revolutie starten, je kan een dit. Je kan een zus. Je kan uh, de onbesproken dingen uit je branche bespreekbaar maken. Je kan experiences krijgen. Allemaal dat soort taal. Prima. Je merkt, het komt ook uit Maart. Um, en het kwam minder aan. Toen ik ging praten. Met mijn klant en mijn potentiële klanten hoorde ik hele andere taal. Mijn ondernemers zaten helemaal niet te wachten op je kan honderden duizenden euro's verdienen. Je kan een miljoenenbedrijf opbouwen. Mijn ondernemers droomden over een bedrijf waar ze niet al te veel uren hoeven te werken, mooi werk kunnen doen waar ze trots op zijn en moeiteloos kunnen zorgen... voor zichzelf en de mensen van wie ze houden. Let op die taal. Ik wil moeiteloos kunnen zorgen... voor de mensen van wie ik hou... en voor mezelf. Dat is de love language van mijn klanten. Dus mijn hele... Ik zal maar zeggen... Mijn hele... media ondernemers... nerdtaal... die kwam helemaal niet aan... En een van de dingen die je te leren hebt... als je van je bedrijf je rijke vent wil maken... is dat je eigenlijk het ideale kruispunt vindt... van hoe zit datgene wat jij te bieden hebt aan je klanten... waar zit jouw enthousiasme? Ik wil je helpen gaan. Ik wil je helpen je eigen podium te pakken. Ik wil dat je met je stem de wereld verandert. Ik wil dat je met je stem je branche verandert. Ik wil dat je um, duizenden klanten aan gaat trekken voor je business... Ik heb een hele grote droom voor mijn ondernemers. Dat is prima. Dat enthousiasme is super. Hou dat lekker vooral erin te rijden. En tegelijkertijd moet ik ze ontmoeten. Bij waar zij zijn. Love language. Ik ga je helpen. Vanuit plezier. Vanuit zichtbaarheid. En vanuit waarheid en expressie. Een business te bouwen. Waarmee je moeiteloos. Kan zorgen voor jezelf. En de mensen van wie je houdt. Dus ik heb het nooit over miljoenen bedrijven wel de realiteit is, je kan prima een miljoenenbedrijf bouwen met wat ik je. Maar dat zit niet in het hart van mijn klanten. Mijn klanten liggen niet s'nachts in hun bed te dromen van een miljoenenbedrijf. Mijn mensen, mijn community, mijn tribe, mijn, mijn, mijn tribe, droomt van die financiële zorgeloosheid omdat ze willen kunnen zorgen voor zichzelf, kunnen genieten van het leven, geen financiële beperking willen voelen. Vrijheid. In de manier waarop ze leven. En hoe meer je snapt hoe de woorden van wat jij te bieden hebt, de woorden van de dromen, de ambities, de gevoelens, de experiences die jouw mensen willen beleven met jouw werk, hoe meer je snapt hoe dat, met welke woorden dat in hun hoofd en in hun hart leeft, hoe beter je ze kan aanspreken. Denk aan die dates. Een van de mannen waar ik. Dit is echt dertien jaar geleden. Ik werd dertien jaar geleden ongelooflijk verliefd. Ik ging naar retreten. Zoals dat altijd gaat met spirituele retreten. Ik ging naar retreten. En ik werd er natuurlijk hartstikke verliefd weer op iemand. Heel leuke man, lieve man. En uh, als wij tegenover elkaar zaten. En hij sprak tegen mij. Zijn woorden kwamen recht in mijn hart. Zijn woorden konden allemaal dingen die ik zelf niet goed kon duiden. Die kon hij duiden voor mij. Ik had echt het gevoel alsof hij dwars door me heen keek. En alsof hij mij zag. Zelfs als ik er nu nog aan denk. En dan voel ik dat weer. Dan voel ik weer hoe dat was. En in dit specifieke geval. Deze, deze, deze man waar ik verliefd op werd. Uh, die is uh, een paar jaar geleden overleden. Op vrij jonge leeftijd. Aan een hartaanval. Dus er zit ook wel een beetje emotie bij. Maar met zijn woorden liet hij mij zien. Ik zie jou, ik hoor jou, ik snap jou, ik voel jou en ik kan me verbinden met jou. En die sensatie, dat gevoel, als jij dat vanuit je onderneming, als je die verbinding, en dat heeft dus alles te maken met de juiste woorden kunnen kiezen, kunnen luisteren, luisterende woorden kunnen kiezen. Dat ideale kruispunt van waar jij de droom die jij hebt voor je klanten, de mogelijkheden die jij ziet voor je klanten. Dat naadloos laten aansluiten um, met wat zij voor zichzelf voelen, waar zij voor zichzelf van dromen, wat voor hen belangrijk is in hun eigen woorden, de woorden die in hun hart zitten. Als je dat samen kan brengen, en dat is wat ik je leer, dat ga ik je leren tijdens woorden die geld maken. Daarom heet het ook woorden die geld maken op 14 en 5 november. Dan kan het niet anders. Als je die liefdestaal leert spreken van je, van je potentiële klanten, van je klanten, dan kan het niet anders dat jouw business binnen de kortste keren. Je eigen rijke vent is letterlijk omdat je er veel meer liefde in stopt en die liefde die komt bij je terug, niet alleen in waardering, niet alleen in fijne klanten die steeds weer bij je terugkomen, maar ook plat gezegd als doekoe op je bankrekening. En in een business is het belangrijk dat er doekoe op de bankrekening staat. Het moet niet alleen maar zijn oh waardering, oh oh. Het is... oh. Dat is ook heel belangrijk en het moet ook geld opleveren. Een business moet gaan doen. Anders is het een hobby. En zolang dat heel wezenlijke stuk er niet bij zit, zit je in struggelland. En dat is niet waar je je beste werk creëert. Als je constant aan het struggelen bent, heb je geen tijd om de love language van je klanten te ontcijferen. Dan heb je geen tijd om je te verbinden en bezig te zijn met. Wauw, hoe, hoe kan ik ze ontmoeten? Wat hebben ze nodig? Hoe kan ik ze zien? Hoe kan ik ze horen? Hoe kan ik ze laten weten? Ik ben er voor ze. Vanuit je diensten, vanuit je producten. Vanuit de manier waarop je je mooie werk in de wereld zet. Daar is verbinding voor nodig. En als je de hele tijd aan het overleven bent, omdat je altijd maar geldstress hebt, dan kan je daar echt niet de beste versie in aanbieden. Dus het is ook barmhartig om je business financieel gewoon in balans te hebben. Dat is het meest liefdevolle wat je kan doen, ook naar je klanten en naar de mensen die je wil helpen. Uh, anders ben je altijd maar afgeleid door je eigen survival mode. En in survival mode kan je niet echt de service bieden die je anders te bieden zou hebben. Als je iets meeneemt uit deze podcast, neem dan dat mee. In survival mode kan je niet de service bieden die je anders te bieden zou hebben. Nou, als je wil weten, hoe kan ik die verbinding maken vanuit mijn woorden? En als je merkt, ik zou wel uh, een slag willen maken... in de manier waarop ik denk, ik zit af en toe nog in survival mode... of ik zou eigenlijk veel meer in die, in die free flow willen zitten... dan zeg ik, wees 14 en 15 november erbij. Het is een gratis summit, kan alles voor je veranderen. Woorden die geld maken, je meldt je aan op zaraida.nl slash geld. We gaan het zo leuk hebben. En ik ga je ook echt aan het werk zetten, maar liefdevol. Niet met hard werken maar met slim werken. Met liefdevol werken. Er is zoveel meer ruimte voor liefde in je business. In plaats van werken vanuit oh, angst of oh, ik doe het gewoon zoals ik het altijd, Of ik doe het zoals de rest het doet. F hoe de rest het doet. F hoe de rest het doet. We gaan een laagje dieper en we gaan uh, heel wat laagjes leuker ook. We're going to have some fun. Het derde wat je te doen hebt, de derde manier om van je business een rijke boyfriend te maken, een rijke fan, your rich boyfriend. Is dat, en dit is eigenlijk het verlengde van de love language. Ik wil dat je met je business, als we dan toch weer even in de liefdesmetafor zitten, dat je een droomman of een droomvrouw bent, of een droompartner van je klanten. En misschien zit het een beetje vaag, maar stel dat je ervoor zou kiezen dat hè, de dienst die je aanbiedt, het product dat je aanbiedt, als je coaching doet, het soort coaching of de coach-experience die je aanbiedt, uh, als je een boek hebt geschreven, het boek wat je de wereld inbrengt, uh, als je events organiseert of retretes organiseert. Um, de uh, experience die je biedt, wat als je er nou toch voor zou kiezen, los van wat andere mensen in je branche doen, los van wat de norm is, daar hebben we allemaal niks mee te maken, om datgene wat je biedt, de most exciting, het meest enthousiasmerend, het, het, het meest een experience te maken van, oh my god, oh my god, wat is het heerlijk om dit mee te maken. Ik geef je een voorbeeld waar ik nu aan moet denken. Uh, mijn dochter is nu vijf. Toen mijn dochter uh, een paar maanden was... gingen uh, haar vader en ik... Uh, met die kleine, samen met uh, um, nog uh, een ander stel met hun baby... Gingen wij, uh, maakten we een tripje naar een babyspa. Heel schattig. Dan, ik weet niet of je daar wel eens een filmpje van hebt gezien. Dan... Die, dan um, uh, dan, ga, dan kom je daar binnen met je baby. En dan krijgt je baby zo'n heel schattig zwembandje om. En dan gaat ze zo lekker in een verwarmd bubbelbadje. Heel leuk, heel leuk. Ik als ik daar aan terugdenk, denk nog steeds. En nu zijn er vast duizend van dat soort spa's in Nederland. Geloof ik uh, ongetwijfeld. Um, maar wij werden daar ook heel warm onthaald. En uh, er lagen allemaal mooie spulletjes klaar. En. Haar naam lag erbij, naam van mijn dochtertje. En ze liep ons helemaal door de experience heen. We gaan dit en dat doen. En ze hadden allemaal lekkere uh, massageolietjes. Die soort Ayurvedische olietjes. Die heel goed waren voor dat babyhuidje. En nadat mijn dochter in dat babybadje had gespaat, dan. Uh, um Ging uh, haar vader haar masseren. En er zat zoveel liefde en aandacht in de manier waarop ze ons bejegenden. Dat het is nu jaren later, maar terwijl ik er met jou over praat... kan ik gewoon nog zo weer dat gevoel van te naar voren toveren. En dat was echt het gevoel van... Uh, we worden hier ongelooflijk in de watten gelegd. Het is ook zo dat elke keer als er in mijn buurt een kind wordt geboren... dat ik zeg, oké, okay, ik weet niet uh, of jullie het al gepland hebben... maar jullie moeten naar die spa omdat wij die ene fantastische experience daar hadden. Een experience die voor mij heel veel uitmaakt. Nog steeds als ik daar dan foto's van zie, dan wil ik eigenlijk bijna gewoon huilen. Denk, oh my god, dit was het allerliefste. Ik weet, terwijl ik nooit met de eigenaar van die spa heb gepraat, ik weet dat ik heb kunnen voelen, laat ik het zo zeggen, dat er een ongelooflijke intentie in dat bedrijf zat van, we gaan uh, alles uit de kast trekken voor onze klanten. We gaan alles uit de kast trekken voor onze klanten. En ik geloof dat Maya Angelou dat zei. En nu ga ik natuurlijk meteen weer totaal ook die quote helemaal niet goed afleveren, want zo gaat het dan ook weer altijd bij mij. Um, Maya Angelou, uh, Amerikaanse schrijver, was uh, de mentor en beste vriendin van Oprah Winfrey. Prachtige, prachtige boek geschreven, uh, waarvan ik bijna alles gelezen heb. En Maya Angelou zei, uh, uh, soms vergeten we wat mensen tegen ons hebben gezegd. Maar we vergeten nooit hoe mensen ons hebben laten voelen. En ik denk dat je, dat, wel, uh, dat je daar ook wel voorbeelden van hebt in je eigen leven. Soms weet je niet meer precies wat de context van iets was. Maar je weet vaak nog wel het gevoel. Of dat een heel positief gevoel was of een uh, negatief gevoel. Of alles wat daartussen zat. Wat je hieruit kan halen. Is dat je zou ervoor kunnen kiezen. Om met het werk wat jij doet je dienst je product je coaching whatever it is dat je doet dat je een experience gaat creëren rond wat je doet wat een ongelooflijk positieve indruk maakt en in de marketing nu kom ik even met een een beetje een koude marketingterm op je is dat je creëert een onweerstaanbaar aanbod en let op, een onweerstaanbaar aanbod is niet hetzelfde als wat je aanbiedt. Dus ik zeg maar wat. Mijn aanbod is dit glas water. Voor als je dit zit te luisteren, ik hou op dit moment het glaasje water vast wat bij mij op tafel staat uh, in mijn studio. Je aanbod is niet wat je aanbiedt. Je onweerstaanbaar aanbod is niet uh, het product of de dienst die je aanbiedt. Het onweerstaanbaar aanbod is de experience die je creëert rond datgene wat je aanbiedt. En dat is een kunst op zich. Succesvolle ondernemers verstaan die kunst. Die snappen dat er een verschil zit tussen, uh, ik heb een boek geschreven en ik ga dat boek uh, lanceren en dat ligt straks in de winkels of uh, dat is een digitaal boek en dat ligt dus op de digitale boekenplank. En ik ga zeggen, oh, ik heb een boek geschreven en uh, ik hoop dat jullie het kopen. Dan vertel je dus alleen over je product. Um, dat is iets anders als je creëert een experiment. Experience om mensen mee te nemen in een gevoel, in een beleving, in een ervaring. Rond jouw product. In het Woorden die Geld Maken Summit op 14 en 15 november ga ik je leren hoe je dat doet. En dit is een stap die heel veel ondernemers overslaan. Zeker als je niet zo zakelijk bent ingesteld of je bent je niet zo bewust hiervan. Dan kan je denken, ja maar het... Het werk spreekt toch voor zich? Uh, sorry dat ik je moet wakker schudden. Het werk spreekt niet voor zich. Jij weet wat het werk is. Want het is jouw werk. Jouw bloed, zweet en tranen zitten erin. Maar wij, die allemaal niet in jouw hoofd wonen, wij weten niet precies wat het werk is. Ook niet als je dat een beetje op je website hebt gezet. Ook niet als je daar één keer iets over hebt gepost. We don't know. Jij moet ons meenemen in de experience en je moet die experience creëren. En dat klinkt als veel werk, maar dat is het in de realiteit helemaal niet. Jij moet ons meenemen in de experience van wat dat werk voor ons kan betekenen en wat we kunnen voelen bij dat werk. En dat noemen ze dus in business of in marketing. Je gaat een onweerstaanbaar aanbod creëren. Ik ga je zo'n voorbeeld geven uit een ander veld dan alleen maar het businessveld. Um, en om een onweerstaanbaar aanbod te creëren, moet je, en dit is eigenlijk wat hier het allerbelangrijkste aan is, moet je weer in contact komen met dat gedeelte van jezelf dat uh, vanuit onschuld ongegeneerd groot durft te dromen. Durven dromen over wat je voor je klanten aan experience wil neerzetten. Vanuit de vraag: Zou het niet fantastisch zijn als? Zou het niet fantastisch zijn als? Dus, om je voorbeeld te noemen, uit mijn eigen business. Ik werk met een fantastisch team samen. Ik zou nergens zijn zonder mijn team. We zijn een klein team. We zijn niet met superveel. En we runnen samen. Best wel een groot bedrijf als het gaat om volume, aantal klanten, de omzet. Draai je een miljoen omzet. We zijn met een klein team. Niemand in het team werkt fulltime, daar geloof ik niet in. Um, we hebben met z'n allen heel veel vrij. Er werken heel veel moeders met kinderen bij mij in het team. Niet iedereen heeft kinderen, maar de meeste mensen in het team zijn moeders met kinderen. Dus tijdens de vakanties zijn we zoveel mogelijk vrij. Uh, we zijn sowieso twee maanden lang vrij in het jaar. Um, flexibele werktijden, niemand werkt fulltime. En we draaien samen een bedrijf waar we honderden klanten helpen elk jaar. En waar we een miljoen euro omzet draaien. Dat is de business. En ik ga ook tijdens het, um, het Summit, het woorden die geld maken, Summit, ga ik je ook een heel scherp kijkje achter de schermen geven. Hoe wij met betrekkelijk weinig uren uh, toch zoveel volume draaien. Ook qua geld. En ik ga je ook vertellen in het summit van welke belemmerende overtuigingen. Ik ben opgegroeid in een achterstandsbuurt. Uh, met hele hardwerkende ouders. De overtuigingen die ik los moest laten om dit soort overvloed toe te laten in business in mijn leven. En hoe je ook kan ontdekken wat zijn op dit moment... De overtuigingen, de uh, beperkende gedachten die uh, meer welvaart, meer overvloed, plat gezegd ook meer geld en zeker ook meer ontspanning en plezier weghouden uit de business. Dat begint allemaal bij jou. En um, tijdens uh, woorden die geld maken, ga ik uh, je daarin meenemen. En gaan we daar meteen ook krachtige dingen, uh, krachtige, uh, dingen in shiften, zodat je de deur meteen kan openzetten. Naar meer geld in je business. Dus dat doen, we, uh, dat doen we ook heel praktisch. Ik ga je precies laten zien hoe. Dus als je mee wilt doen. Uh, en je hebt je nog steeds niet ingeschreven. dat zou kunnen. Dat is geen goed idee. Maar schrijf je in op zereida.punt.nl. Slash geld. Oké, okay, goed. Ik had het over mijn team. Ik had het over mijn team. En ik had het over uh, het creëren van een onweerstaanbaar aanbod. En wat de filosofie daarvan is. Dus ik ben ongelooflijk trots en blij en dankbaar voor mijn team. En ik zat op een middag zat ik te denken en ik dacht, wat zou ik kunnen creëren voor het team, dat een, uh, wat een geweldige experience zou kunnen zijn. Hoe kan ik eigenlijk, hoe kan ik mijn liefde betuigen? Hoe kan ik mijn dankbaarheid betuigen aan dit team? Ik ben namelijk ook niet de makkelijkste om mee te werken. Ik ben best veel eisend <laughs> En uh, het gaat altijd heel snel in mijn hoofd en dan, Zeg ik, team, team, kom en ik ben best wel chaotisch. Ik ben de minst gestructureerde persoon uit het team. Uh, en dat is ook niet altijd even makkelijk. En ze doen het fantastisch. Wat zou ik kunnen creëren om hen een onvergetelijke experience aan te kunnen bieden um, om mijn dankbaarheid te betuigen? Toen begon ik gewoon te fantaseren vanuit al mijn onzult. En ik dacht, ik wil dat we met z'n allen. Naar Ibiza vliegen. Ibiza uh, heb ik pas sinds niet zo lang geleden ontdekt. Ik ben nu een paar keer naartoe geweest. I love it there. Ik hou van de energie van dat eiland. Ik hou van, van de sfeer en, en alles aan dat eiland. Dus ik ga daar graag naartoe. Dus ik dacht, wauw, ik wil met mijn team naar Ibiza vliegen. Oh, vet. Oké, okay, wat gaan we daar nou dan doen? Laat ik mezelf helemaal gaan. We gaan daar in een luxe hotel zitten. Ik wil al die hardwerkende vrouwen heel even uit de dagelijkse realiteit van alle verantwoordelijkheden, we hebben gezinnen en kids en huizen en we doen opleidingen en weet ik veel wat. Even uit de waan van alle dag, Baf, op het eiland. Uh, we gaan uh, champagne drinken. Ik zit nu in een alcoholvrij vaas. Met tegen die tijd ga ik vast wel weer wat champagne drinken. We gaan. Um, ik wil dat we genieten. En ik begon zo eigenlijk een experience um, bij elkaar te puzzelen van gewoon wat mij tof lijkt. Ik ga het niet zeggen, want er zit iemand van mijn team in de studio en alles, ga ik alles verklappen. <laughs> en er moeten ook verrassingen zijn. Ik dacht, er moeten verrassingen zijn. Nou goed, we gaan daar met z'n allen um, later dit jaar een paar dagen naartoe. Nu is het natuurlijk ook zo dat ik in de fortune om omstandigheid zit om mijn team mee te nemen naar Ibiza. Ik weet dat dat voor niet elke ondernemer, sterker nog voor uh, heel veel ondernemers, is dit helemaal niet aan de orde. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, want de reden dat ik mijn team naar Ibiza mee kan nemen is omdat ik op dezelfde manier vanuit deze energie, zou het niet cool zijn als, zou het niet fantastisch zijn als, ik voor onze klanten experiences probeer te creëren. Ik heb niet alleen een dienst of een product, wat ik zeg, hallo, dit, dit is er en koop het of koop het niet. Dat is ook niet hoe je het verkoopt, overigens. I spend time, ik spendeer tijd om na te denken over hoe kan ik dit voor mijn klanten onvergetelijk maken. Hoe kan ik dit voor mijn klant een fantastische experience maken? Waarmee kan ik ze verrassen? Waarmee kan ik ze plezieren? Waarmee kan ik ze in de watten leggen? Net zoals een droomman of een droomvrouw dat voor je kan doen. Als je wil dat je business een rijke vent wordt... jouw rijke vent... heb je te leren hoe je de droomman of de droomvrouw wordt... van jouw klanten. Business-wise gezien. En dat is iets, een skill. En dat kan je leren... Ondernemers die struggelen, die leren dit niet of weten niet dat het belangrijk is. Alle succesvolle ondernemers die je kent, die beheersen dit. Die weten hoe ze een onweerstaanbare experience kunnen creëren. Een onweerstaanbaar aanbod kunnen maken. Om financieel onafhankelijk te worden met je business, heb je te leren hoe je een onweerstaanbare experience voor je klanten creëert. Maakt niet uit of je nul klanten hebt, of één klant, of tien klanten of dat je duizend klanten hebt. Maakt niet uit. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je die superpower skill leert om zoiets te creëren. Het is een spier die je traint, als het ware. En op 14 en op 15 november, tijdens woorden die geld maken, ga ik je hiermee helpen. Ik heb een speciale workshop masterclass die hierover gaat. Die precies hierover gaat. Dus we gaan daar echt diep in. Ik ga je ook voorbeelden geven van hoe ik dat doe. Ik ga ook voorbeelden geven van andere ondernemers. Ik ga je met opdrachten aan het werk zetten. Dus, if nothing else, die 14e en die 15e uh, uh, november. Als je bij die sessie bent, kan je de hele financiële toekomst. van je business uh, gaan vormgeven. Het is een gratis summit. Ik organiseer hem expres, want we hebben een. Uh, niet lang geleden hadden we al de eerste editie van Woorden die Geld maken. We doen nu de tweede editie. De eerste editie waren mensen ook ongelooflijk enthousiast, laaiend enthousiast. Um, er waren ook veel mensen die zeiden: Kom dit nog een keer? Omdat een van de dingen die ik uh, bewust niet doe. Het zijn vier power sessies. twee sessies op uh, maandag de 14e en dan twee sessies op dinsdag de 15e. Ik bied geen replays aan van die sessies. Doe ik bewust niet. Heeft hiermee te maken. Je krijgt tijdens het summit alles aangereikt... om een ongelooflijke krachtige stap te zetten... naar enorme financiële vrijheid vanuit je business. Je krijgt de tools aangereikt om van je business je rijke vent te maken. Ik wil dat je aanwezig bent... Tijdens die sessies. Ik wil dat je prioriteit geeft. aan de ongelooflijk waardevolle uh, tools die je van mij krijgt. Als je meer geld wil gaan verdienen met je business. en de meeste van ons willen dat, omdat we meer willen kunnen geven. willen meer financiële vrijheid. we willen geen beperkingen voelen. in onze business en in ons leven. Als je dat geld wil, dan heb je op te komen dagen voor dat geld. Als ik, jou, als ik tegen je zeg. oh, je krijgt ook replays dan activeer ik dat stuk in jou dat zegt... nou, oké, okay, ik ga me inschrijven, ik kijk wel even. En dan ga ik het wel, als ik er niet bij kan zijn, dan ga ik wel terugkijken. En de realiteit is, dat doen we bijna nooit. Net als dat we allemaal in huis een stapel tijdschriften hebben... met artikelen die we echt nog een keer gaan lezen. Je weet dat de tijdschriften uit 2012 zijn. Gooi die oude Linda's weg. Je gaat ze niet meer lezen. Als je meer geld wil gaan verdienen in je business... Heb je een prioriteit te maken van leren hoe je dat moet doen. En 14 en 15 november is een uitgelezen kans, woorden die geld maken... om die tools aangereikt te krijgen en om er meteen mee aan de slag te gaan. Ik wil dat je er meteen mee aan de slag gaat. En daar ga ik je ook in pauwen. Het enige wat jij moet doen is opkomen dagen. Maar kom ook opdagen. Ik wil dat je opkomt dagen voor je geld. Ik wil dat je opkomt dagen voor jouw geld. En... Daarmee power ik je om dit dan ook echt prio te geven. Het zijn vier sessies, ik bedoel, vier sessies van je leven die je hele leven kunnen veranderen. Er zijn geen replays, het zijn live online sessies, dus je volgt die gewoon lekker vanaf je telefoon of vanaf je laptop. Daarbij uh, zijn means uh, this is going to change your business. Dit gaat je business veranderen. Wat fantastisch is. En we gaan veel lol trappen ook, want het is ook leuk om op deze manier aan je business te werken. Vorige keer was het zo dat er mensen er niet bij konden zijn en daar echt uh, uh, van baalden. Omdat ze ook voelden van shit, we hebben het laten lopen. Nu is het november. En we gaan bijna een nieuw jaar in 2023. We hebben zoveel plezier gemaakt bij de vorige editie. Dat ik dacht, we gaan het nog een keer doen. We, gaan, uh, we maken er een, een, uh, een iets aangepaste editie van. Want dit is de Maak van je Business je Rijke Boyfriend editie. Uh, het is uh, nog krachtiger wat we gaan neerzetten dan de vorige keer. Je kan er nu bij zijn en nu heb je de kans om er een prioriteit van te maken om er ook echt weer live bij te zijn. En je gaat zoveel krijgen, niet alleen tijdens de sessies, maar we hebben leuke cadeautjes voor je, leuke bonussen. Ik maak dat een onweerstaanbare experience voor je, maar je kan dat alleen beleven als je komt opdagen. Daar heb ik geen controle over. Ik kan je alleen krachtig uitnodigen om te komen opdagen. En dat doe ik bij deze. 14, 15 november. Woorden die geld maken. De Maak van Je Business, Je Rijke Vent-editie. En je meldt je gratis aan op zijnrijder.nl/slash geld. En eh, lieve schat, maak je agenda vrij voor die vier sessies. En zie hoe dat, die tijd die je investeert, die energie, hoe je die je investeert, zie hoe dat als geld terugkomt op je bankrekening. Maar het spel is om daar aanwezig te zijn. Dat is wel. Ik ben er sowieso. Dat hoor je ook aan mijn stem. Ik heb echt ongelooflijk veel zin om de belangrijke dingen die snel het verschil maken met je te gaan delen, want ik wil dat met wat je leert op woorden die geld maken, dat je daarmee het fundament legt voor een radicaal financieel succesvol jaar van overvloed in 2023. Dat is het doel. Voor, niet minder, voor niks minder gaan we. Dat is het avontuur, dat is het spel. En als je deze podcast uh, ziet of luistert, dan heeft het universum gemaakt. Linksom en rechtsom. Misschien heb je het als verlangen het universum ingeschoten. Oké, okay, het universum heeft je gehoord. Uh, um, dit is je kans. Dit is je kans. Dit is je kans. 14, 15 november. Woorden die geld maken. Je gratis aanmelden kan nu op geld. Ik kan niet wachten om daar met je aan de slag te gaan. We're gonna make your business such a sexy, rich boyfriend. Je, bent, je staat op het punt, energetisch, om een voetbalvrouw te worden. Energetisch. Je business, je business. Je mag Oké, okay. ik kan hier nog uren over doorgaan, dat ga ik niet doen. Ik zie je de 14 en de 15. Ik heb er zin in. Voor nu, dank je wel voor het kijken. Of luisteren naar deze podcast. Ik vind het ook een eer en een voorrecht om zo even in je oor te mogen zitten. Met dingen die voor jou uh, een enorm verschil kunnen maken. Uh, vanuit de passie en de missie die ik ook weer heb. Om uh, ons als ondernemers te empoweren. Om veel meer plezier. En veel meer profijt uit onze business te halen. Zodat we ook weer meer te geven hebben. Zodat we weer meer te creëren hebben. Zodat we. Prachtige experience kunnen creëren, niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor onze klanten, voor de mensen van wie we houden. Jij bent die energiebron en vanuit die energie, en zeker als je daarin die koppeling weet te maken, vanuit je woorden met geld, dan is echt alles mogelijk. Het is zo'n leuk spel en het is een skill, kan je gewoon leren. Ik zie je de 14e, de 15e, als je erbij bent. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Schrijder.nl/slash geld. En uh, tot dan. En sowieso tot een volgende aflevering van de Strijden Podcast. Dankjewel.